Spannend moment voor de fokkers van hun veulentjes. Want uiteraard wil iedereen wel graag met een kapuutje naar huis gaan. Maar er is er maar één die vandaag het rit om krijgt. En dat krijgen we zo dadelijk te horen van de veulentjes. We hoeven te kijken naar de stap, de draf bij de presentatie van eerst. Uiteraard ook het spoeten van ons Belgisch trekpaard. Of wat het voldoet aan het rasstandaard, wat bij een veulentjes een heel moeilijke taak is om dit te doen, uiteraard. Omdat ze nog maar een paar weken of maanden oud zijn. Maar toch, deze jury slaagt erin om een kandidaat eruit te vinden. Opnieuw ontvangen we onze kampioenen,